glimlach, gemoedelijke mensen. Hier dan haar. De Centraal. Bij Sepp. Ja, altijd geweest. Ik heb daar leren dansen in die tijd. Toen, nog voordat hij daar was. Als Rick nog was. Dat zou ik je willen zien, een dansje. In de tijd, in de jaren 50, dat we nog voetbal speelden op de Spiegel. We hadden zo'n bendeke met een man of 10 zo en dat speelden we... Echt op de Spiegel? Toen er nog bijna geen auto's stonden. Er stonden geen auto's. De French Kiss. Dat is inderdaad goed. Jaren en dagen. Dat was een klassieker eigenlijk. Ja, dat was een klant voor mij en ik zou dat blijven gaan. Maar we gaan er toch minstens 2 maal per maand uit, in feite. En iets dat ik gezien heb verleden maand, kom er binnen. En wie dat daar zat, Wiltura. Ja? Ja, Wiltura zat daar. Tof. Ja. Het eerste dat ik zou doen, dat is een soort balzaal of theaterzaal te zetten. Vincent Compagnie, omdat hij veel doet voor de Brusselse jeugd. Zo'n balpopulair, voor de mensen van ouderdom. Die doen nog gemakkelijk. Dan kan Wiltura misschien ook niet keer komen eten in de French Kiss, maar weer komen zingen. Gaat je andere oorden opzoeken? Ja, hoort niet weg. Ja, dat is wel duidelijk.